Man, man, wat een stem, joh. Zo ongelooflijk. Een man alleen? Fantastisch. Goed, hè? Ja. Zeg, jij bent eigenlijk van West-Vlaanderen. Ben je van, ja, van Kortrijk? Van Kortemark. Kortemark, waar ligt dat? Dat ligt tussen Kortrijk en Brugge. Oké. Ja. Ik vind hier wel gekke mensen, eigenlijk. Ze zijn zotter dan in Limburg. Ja? En dat wil veel zeggen. Maar op een goede manier, zo Tattoo Mike, echt, vind dat top gewoon. Dat is dus ga gewoon door, hè? Ja, absoluut. Ja, ja. Weinig scrupules, hè. Ja. Hoe lang heb jij hier gewoond? Tot wanneer ben je vertrokken om te studeren en zo? Tot mijn 12 jaar eigenlijk. En dan vanaf mijn 12 jaar op internaat. Goed. En dan eerst in Wallonië? Eerst in Brugge 2 jaar, dan 2 jaar Wallonië, dan 2 jaar Engeland. Dan 3 jaar in Leuven gewoond, dan 5 jaar in Gent. En nu in Antwerpen. Op internaat? Ja, druk, ouders die het druk hadden. Ook, maar eigenlijk is dat zo altijd zo een beetje vanzelfsprekend geweest. Van oké, we gaan op internaat. En ik heb daar nooit een seconde bij stilgestaan. Van amai, dat is niet leuk of wel leuk. Gewoon, ja. Dat ging zo. Dat ging gewoon zo. Ja, absoluut. Tuurlijk, ja. Zeg, jouw vader was dat geen racepiloot? Hij heeft gereced. Echt? Nog tot een jaar of 2 geleden. Hij heeft 3 keer de 35 uur gewonnen op Francorchamps. En wat voor wagens zijn dat dan? Vroeger met Porsches, dus speedsters in classic car racing. Yeah. En nu ook de Fun Cup, dus met die Beatles eigenlijk. Je vertrekt met éénzelfde wagen, dus iedereen vertrekt strijd met gelijke wapens. Yeah. En hij kan wel heel goed rijden. En doet hij dat nog altijd? Nu niet meer. Nee. Goed. Nu fietst hij ook veel. Ben jij een zware voet? Ja. Maar ik rijd ook op uren dat er niet veel volk op de baan is vandaag. Ja, maar ja, dan word je even goed geflitst. Hè. Als ze s'nachts staan te flitsen, krijg je veel boetes op je jaar? Valt mee. Ik vertrouw bijna blindelings op wat de radio mij vertelt. Ah ja, dat is. Heb je zo'n verkleedsysteem? Nee, dat niet, nog niet. Want in sommige van de GPS zit het gewoon. Een Kojak of hoe heet het allemaal? De Coyote. Ja, Coyote. Wiltura moest dat ook hebben. Is waar, voilà. Ik heb niks meer gehoord van Wiltura, dus het gaat goed. Oh, anders zat hij in een bak, hè. Ja, die wil toch niet, hè? Ja. Ik hoop, heb je een beetje vakantie kunnen nemen, want na zoveel drukte. 2 weken. En nu zijn we terug begonnen met de reeks. Ja. Dus want het is ongelooflijk fijn. We hebben een super, super goede ploeg. En dat is leuk om hier te zijn natuurlijk.